Ja, oké, okay, ik ben in Ronse voor straatfotografie, zoals beloofd. Ik maak er werk van. Ik ben hier net, ik kom van de... Ja, hierachter is een bank. Maar kijk, het zijn hier allemaal kleine straatjes ook. Kijk, en daar lopen zelf mensen. Ik denk dat ik daar in een van de winkelstraten van Ronse terecht kom. Ik ben in Ronse. Dat is super gemakkelijk voor mij, want ik heb net een van de dochters naar school gebracht. Die gaat in Ronse naar school. En de andere dochter is hier. Ja, maar is met mij mee in de buggy die ik ga met de GFX fotograferen vandaag. Ik zie dat hier camera's hangen ook. Ik heb ook een nieuw idee voor de format, voor de workflow is meer. Dus, maar ik zal het eerst een experiment, als het goed werkt allemaal, de workflow, zal ik dat ook nog wel documenteren. Ja, dat is dus een van de winkelstraten in Ronse. Ja, het is woensdag voor middagochtend eigenlijk. Het is nog redelijk fris. De eerste foto is gemaakt van hier. En kijk eens even. Dit is de temperatuur, dus net geen 10 graden. Maar hier zeg even. De barometer heeft variabel weer aan. En dat lijkt wel te kloppen. Ik ga wisselvariabel. Wisselvallig noemen ze dat natuurlijk. Niet variabel. Hier is een mooie muurschildering. Kijk. Redelijk veel ook, hè? Heel die muur. In Brugge is de triennale terug van. Ja, dat is graffiti. Maar de rest is wel heel mooi. Spijtig van die bordjes natuurlijk. Ik heb net de lens afgekuist. Qua instelling zit ik op een 250ste voor de veiligheid F8. En dan auto ISO. En die ligt rond de 800 nog, maar het zal nog wel... Kijk, daar bijvoorbeeld is er veel meer zon dan hier. Iets wat mij net opvalt hier, als ik een foto maak, kijk, hè, over negatieve ruimte. Wacht, kunnen mijn scherm zien? Ja. Wacht, ik moet een klein beetje meer afstand nemen. De rem staat op ze. Kom dicht, krijg ze bolletje. Het is even voor iets te tonen op de camera. Kijk, hè. Dus stel dat je dit wil fotograferen. Hè. Ik zit in panorama. Nou, ik moet nog een klein beetje uit om het helemaal in beeld te hebben. Zo, dan zie je dus centraal die buggy. Nu kan die kadering aanpassen, dat ik meer in beeld heb. Like, nu heb ik een buggy aan een vulbak en een boom. Of zo, dan heb ik ja, een voetpad. Als er nu iemand voorbij wandelt, kan interessant zijn. Maar zo is dat lege ruimte, hè? Dus dat is belangrijk. Plus, ik ga die foto afdrukken, dat ik die kan in beeld tonen. Maar de focus was niet correct, hè? Maar je hebt aan de achterkant veel lege ruimte en aan de voorkant... Het probleem dat ze eigenlijk tegen het kader aankijkt. Dus zo zou sowieso interessant zijn. Plus dat er nog iets moet gebeuren. Ik weet ook, de focus is telkens niet correct, hè, maar gewoon om toch iets te kunnen laten zien als ik die dingen uitleg. Gaan we fotograferen, ik ben verder. Oké, ik kon blijkbaar geen beter moment kiezen, want kijk achter en ik kom uit. Ja, hier moet ik even een klein woordje uitleg bij geven. Dus ik had eerst deze foto gemaakt. Ja, het onderwerp op zich is wel duidelijk, maar hier zie je aan de rechterkant dus dat er heel veel lege ruimte is nog. Dus dan doe je wat je altijd doet. Je maakt een herkadering. En dan krijg je de tweede foto, dat is deze. Maar daar was ik nog... Hier zie je dat de schaduw veel beter zit. Dus de schaduw staat er volledig op met een laagstaande zon.
Maar nog altijd is er aan de, nu is er aan de linkerkant nog altijd wel een evenwicht. Er zou nog altijd wel meer mogen gebeuren aan de linkerkant, vind ik. Dus dan heb ik een derde foto gemaakt, waarbij ik nog een klein beetje de kadering opgeschoven heb. En van deze was ik wel tevreden. Nou, ik besef net dat mijn vijfde tekst nog op stond. Dat heb ik snel afgezet. Want dat marcheert natuurlijk niet als er veel volk is. Nu dacht ik echt dat ze in slaap ging vallen, maar nee, ze blijft erbij. Ik kom net van de markt. Ja, ik hoop dat ik verstaanbaar ben met dat masker. Ik heb de indruk dat je vooral op de markt en zo nog een masker moet dragen. Dat hier bijvoorbeeld niet per se moet. De markt is een drukke plaats, dat is super interessant om, om straatfotografie te doen. Dat is straatwerker. En een gasbrander bezig. Allemaal kleurtjes. Maar dat is het gemakkelijke aan zo'n drukke plaats, dat er veel volk is, dat je kunt opgaan in het vele volk. In een station bijvoorbeeld kunnen we dat ook hebben. Een drukke winkelstraat en zo, maar een markt is eigenlijk nog extra interessant, omdat je ook continu die interactie hebt tussen de mensen. Mensen die afrekenen, mensen die gewoon aan het kijken zijn, die van kleding passen of zo. Dus je hebt niet alleen veel dingen te doen, maar ook heel veel interactie en daardoor heel veel mooie momenten. Ja, bij deze foto wil ik weer heel snel een klein kort woordje uitleg geven. Dus hier heb je een soort van evenwicht. Dus aan de ene kant uiterst in beeld heb je een persoon. Aan de andere kant uiterst in beeld. Rand heb je ook iemand in beeld. En in het midden heb je dat kegeltje dat veel aandacht vraagt door de kleur. Maar wat ik wil vermelden is dat die een mens in donker gekleed op de linkerkant. Die zorgt voor een evenwicht. Maar die was eigenlijk bijna niet zichtbaar omdat die in de schaduw stond. Dus ik heb die moeten in pauze. Dus in bewerken in Lightroom heb ik daar denk ik een of ander halve stop zelf de belichting aangepast en de schaduwen ook meer naar voren laten komen. En op een vergelijkbare manier had ik hier een foto gemaakt waarbij dat detail eigenlijk die blote voet is onder tafel. Dus die vrouw is schoenen aan het passen. Maar opnieuw kwam dat net niet genoeg uit. Dus heb ik ook in post daar de belichting een stop hoger gezet. Dus dat een klein beetje meer opvalt. Want typisch gaan witte dingen in beeld, of lichtere dingen in beeld, meer aandacht vragen dan donkere dingen in beeld. En deze foto is niet helemaal geslaagd, maar gewoon om aan te tonen dat echt wel aandacht vraagt, zoiets dat lichter staat in beeld. Hier zie je allemaal kleren en in de ene hoek waar dat licht zit eigenlijk, daar zijn er mensen aan het praten met elkaar. Maar ik zei, het is niet het juiste moment, dus het is eigenlijk geen zo'n geslaagde foto. Maar gewoon om maar te laten zien dat je ook met natuurlijk licht, door daarop te letten, bepaalde dingen de nadruk kunt opleggen in je beeld. Daar heb ik de vorige keer een parkeerboete gekregen. Maar inderdaad, kijk, dat is hier, moet hier een parkeerschijf leggen. Dat is wel iets rondstuk, dus zo. Het voordeel van deze plaats is dat ze extra lang zijn. Als ik met Kamet kom. Maar dat is wel iets rondstuk, dat is zo. Je hebt plekken waar je gratis kunt parkeren, je hebt plekken waar je je kaart moet leggen, waar je moet betalen. Voilà. Aanrader. Geen geld, hè. Kunstwerk van de pictorale. Hier zit een bord voor. Glaas verplanken. Mooi, hè? Ik ga even terug naar die, noem dat je die verfputten. Voilà, we zijn er al. Oh ja, het is daar, een beetje verder dan. Echt wel een mooi plekje. Wat is daar? Is dat een speeltuin? Nee, het is een kunstwerk. Zou die nog een speeltuintje moeten zetten? Een stukje prachtig rond, zeg. Ja, ik heb echt heel de tijd en het is hier een echo.
van dat gebouw zeker. Ik heb echt de hele tijd een panorama gefotografeerd. Dat is zoiets... datzelfde met zwart-wit fotograferen bijvoorbeeld. Je kunt dat doen, maar dan moet je dat... Dan stel je dat in en dan moet je eigenlijk heel de dag zwart-wit fotograferen. Ik vind niet dat... Allee, je kan persoonlijk niet wisselen tussen zwart-wit en kleur, want je kijkt naar andere dingen, hè, als je een kleur fotografeert. En datzelfde met panorama. Dus als je een andere cropfactor hebt, een panorama cropfactor, dan moet je compositie altijd... Dan kijk je rond met die compositie in je hoofd. Dat werkt niet om continu te schakelen. Alleen kan dat toch niet, continu in mijn hoofd schakelen tussen verschillende composities. Nee, ik stel één iets in en dan fotografeer ik continu daarmee. Ik ga nog niks beloven, maar normaal gezien gaan we dit weekend naar Brugge, naar de Brugse Triennale. En dan zal ik ook wel fotograferen. Mooi licht in de bomen. Nou ja, ik zou het bijna vergeten. Een grote dank aan iedereen die volgt, want ik heb dus... heel slecht licht, ja. Ik heb dus sinds afgelopen weekend heb ik eindelijk de kaap van 1000 volgers bereikt. Wat dat enorm is natuurlijk. Eigenlijk tot 800 ging het eigenlijk vrij vlot, maar dan tussen... Vooral vanaf 900 zo ging het vrij traag. Ik denk dat ik van, 9 naar, van 900 naar 1000 er zeker een jaar over gedaan heb, als het niet meer is zelf. Maar iedereen bedankt in elk geval.